kijken naar je handen, hoe valt het naar de Proms? Ja, hartstikke leuk. Het is een heel mooi evenement ook. Ja, superleuk. Met een groot orkest en een heel goed orkest ook. En super gezellig backstage met OMD en zo. We zitten elke avond te pokeren met de crew. En dus ja, er wordt ook nog gewerkt, maar. Jullie vermaken je wel. We vermaken ons super. Ja. Nou, jullie hebben zelf ook een prachtige nieuwe CD uit, de Acoustic Night at the Theater. Die is opgenomen eind november vorig jaar in Eindhoven. Ja, klopt. Waarom daar eigenlijk? Hadden jullie dat helemaal volbestemd? Of? Niet helemaal, maar het was wel een zaal waar met goede akoestiek. Dus dat was een van de criteria die we hadden. En zij waren het meest positief om het op te nemen en wel willen om mee te werken en zo. En het is gewoon een goede zaal. Dus, ja, en dat is heel goed gelukt ook. Eigenlijk fantastisch, hè? Ja, dankjewel. Zijn jullie zelf ook tevreden erover? We zijn heel erg tevreden, ja. Want het moet toch ook vreemd zijn om jullie muziek dan zo te horen op die plaat? Of heb je er helemaal niet? Nou ja, toen we ermee bezig waren eigenlijk, dus het, voor de tour, de vijf nummers gaan weer opnieuw onder de loep nemen. Van, ja, hoe gaan we dat nou akoestisch doen? En natuurlijk speel je wel eens wat akoestisch af en toe op de radio. Maar nu gaan we toch even iets uitgebreider aan zitten. En voor ons het verrassende was eigenlijk dat het toch wel heel beladen kan klinken. Want je denkt eigenlijk dat het een beetje heel erg kampvuurig-achtig over gaat komen. Maar het is eigenlijk denk ik wel gelukkig om toch heel veel sfeer in te brengen. En dat heeft eigenlijk onszelf ook heel erg verrast. Maar ook tijdens het spelen, ja, dat is misschien een beetje muzikant uitleg. Maar je moet natuurlijk heel erg goed opletten wat je doet, hè, want het is heel kaal ook toch wel. Nou, er komt veel meer aan op gevoel. Kijk, als wij live met de gitaar en de versterkers vooraan staan, dan is het veel fysieker. Dan is het de rem om te springen. En dan heb je echt de power van de PA en dat hele gebeuren. En nu gaat het er juist heel erg om op elkaar te spelen. En dat gevoel te pakken. En dat zit hem echt in de kleine details. In de timing, in hoe hard je aanslaat. En dat John natuurlijk ook in de blote kont. Dus, het is heel spannend. Ja. En het publiek is natuurlijk helemaal stil. Ja, je moet heel geconcentreerd moet je werken. Ja, dat is heel spannend eigenlijk. Ja, en mensen zitten natuurlijk ook over het algemeen in het theater. Ja, absoluut. Ze zitten echt te kijken van, nou laten we maar eens zien. Ja, maar ook, wat ik ook het verrassende vond, wat daardoor eigenlijk gebeurt, is dat je eigenlijk ook veel meer een soort van samen bent. Ik bedoel, want je bent zelf heel erg geconcentreerd, maar het publiek is nu ook heel geconcentreerd. In plaats van dat ze een uurtje een beetje af en toe een beetje bezig staan te schudden. Dus je gaat wel samen eigenlijk dat optreden in. En dat is ontzettend leuk. En dan ook de ontlading na een nummer, heb je dan ook eigenlijk nog sterker. Ja, ik hoorde als je wel, dat bevalt jullie prima. Of niet? Zeker weten. Ja. En je komt natuurlijk ook op plekken in zalen waar je eigenlijk normaal gesproken niet zo snel zou spelen. Nee, absoluut. Voor ons echt een bijzondere omgeving om te optreden. En voor onze fans denk ik ook. Want het is namelijk normaal gesproken zijn we wat meer de gewone zalen. En het is toch leuk om in een andere omgeving te spelen. Voor hen ook echt in de sfeer van de omgeving. Dus, Want daar gaan jullie nog naartoe? Ik zie het loopt nog even. Ja, trouwens. Nou, een van de leukste is wel Carré, moet ik zeggen. We zijn wel erg trots op dat we daar ook zijn. Hier in Amsterdam? Ja, uiteraard. Dat is volgend jaar. Ik ken er maar één. Dus ja. Maar dat is volgend jaar? Ja, dat is volgend jaar. Ja. Dankjewel. Dan begint ook de volgende tour weer. En er zijn 18 of 19 shows. Waaronder één zo lang in Carré. En ik zie ook Stadsschouwburg in Middelburg, Nieuwe Luxor in Rotterdam. Die is al uitverkocht, zie ik. Ja. Oostpoort en Groningen ook al helemaal uitverkocht. Ja, het gaat hard. De mensen vonden het blijkbaar toch erg leuk. Ja, leuk. Nou, prima. En zijn jullie ook al bezig met een... dat stelde je net al. Ja, Albert, hoe ver zijn jullie ermee? Heel druk. We hebben eigenlijk al wel een beetje de basis staan van... We weten echt waar we naartoe willen. En dat is een heel fijn gevoel. Dus nu moet het alleen... En blijven jullie voorlopig in Nederland? Want het buitenland, daar spelen jullie natuurlijk ontzettend veel. Ja. Nou, nu voor het schrijven wel. En net tijdens het theatertour doen we nog net even België aan, want dat halen we nog wel. Maar als er nu een plaat uit is, dan moeten we gewoon weer de hele wereld thermaals verzamelen. Ja, precies. Is dat nog steeds 13 jaar, Sharon? Ja, ik vind het wel. Jij vindt het reizen nog steeds leuk? Nou, ik moet zeggen, het reizen is wel het meest vermoeiend eigenlijk. Maar ik moet zeggen dat je ziet wel wat heel erg leuk is, dat je elke keer naar nieuwe landen toe gaat ook weer. En andere cultuur. Soms ook, zijn we vorige keer ook naar Rusland geweest, in Japan. En dat zijn wel echt hele leuke en bijzondere landen, Zuid-Amerika. En het grappige is ook van bij de landen waar je al geweest bent, in Oslo, of bijvoorbeeld Chicago of Tokio. En dan heb je, ik voel het ook wel weer vertrouwd eigenlijk. Oh ja, je bent al geweest. Dus je komt overal ook wel weer een beetje thuis. Ja. Ja, maar op een gegeven moment wordt het wel een soort van, ook weer vertrouwd eigenlijk. Het wel zo, Dat is een heel grappig gevoel. En dat hadden jullie hier vanmiddag ook, want jullie zijn natuurlijk ook nog niet zo lang geleden hier geweest. Ja, nou, fijn dat jullie er weer zijn. Ik ga nog even twee nummers voor ons doen. Ja.
jij veel succes vanavond met de Nou, dankjewel. Jij ook aan de bar? Ja, daar. Dankjewel. Zet hem op. En jullie gaan twee nummers opnoemen onder de single. Zometeen doen ze The Cross en ze beginnen nu met Utopia. En dat is inderdaad de single.